Boy, donderdag 29 april. 2020. Je begint met 8 minuten voor quality, warming up. Je begint met 2 met rennen, dan 4 in de baan terug. Dan kom je hier en doe je vervolgens. Yes. 10 hollow to Superman op arch hold. Dat is 1. Even terugdraaien. Dus 2. Dus naar de, vanaf je rug naar je buik. En terug als 1. 10 keer. Nu heb je als 10 sumo stand inchworm. Deze stand voor je voeten. Echt sumo stand. Loop je naar voren tot plank positie. Deze manier. Hop. En terug. En dan 10 keer per arm. One arm. Kettlebell swing. Ooghoogte. Dat is genoeg. Hop. 10 keer rechts en 10 keer links. En dan doe je vervolgens 10 one arm kettlebell high pulls. 10 rechts en 10 links. Dat is het rondje wat je gaat doen voor 8 minuten lang. Vervolgens doe je workout. Open workout 19.4. Een herhaling van 2 jaar geleden. Four time. Met een time cap totaal van 15 minuten. Weer 2 watts in 1. Je begint even 3 rondes van 10 power snatches. Deze manier. RX gewicht 30 voor vrouwen, 42 voor mannen. En 12 burpees. Kan je kiezen bar facing of lateraal over de bar. Net als jij prettig vindt omdat het buiten is. Lateraal betekent dat je naast de bar gaat en je springt eroverheen. Of je stapt eroverheen. Yes. Of je doet bar facing. Met je gezicht naar de bar toe. 12 keer. Stappen, springen. Wat jij prettig vindt. Of een down-up en stappen opnieuw over de bar. Dat kan natuurlijk ook nog. Yes. Dan doe je 3 rondes. 10 power snatches, 12 bar facing of lateraal burpees. 2 minuten rust. En dan doe je vervolgens 3 rondes van 10 clean and jerks. Power clean, push jerk. 10 gehad, doe je weer 12 bar facing of lateraal burpees. Yes, 10 om 12 weer. 3 rondjes. Yes. Deze manier. Oké, scalings, gewichten voor de power snatch. Voor het Spans 22,5 om 30. Hetzelfde voor de clean jerk 22,5 om 30. Voor een is lege barbel en een power clean push press. Yes. Voor de clean jerk zeg je: ik kan nog niet zo goed snatchen, doe zeer om mijn schouder en blessure. Kies je natuurlijk voor de power clean, maar dan zou je coach ook even in helpen. Yes, deze manier. En scaling voor de burpees doe je down-up en stap over de bar. Dat is niet zo moeilijk. Tijd is totaal 15 minuten. Eigenlijk dus 13, want je hebt 2 minuten rust. Dan moet je wel verdenken naar het eerste rondje. Cooling down is 15 perfect stretches. Goed kijken wat je nog gaat doen. Strek. Terug. Rechterarm tikt de grond. En hij draait helemaal open. Dus je rechterbeen is ook je rechterarm. Ga je terug naar die positie. Hop. Down de positie. Tik en strek. Alright. Dat doe je 15 keer. Totaal. Dit is om en om, hè? Strek, tik, boom. 15 perfect stretches als afsluiting. En dat is het weer voor vandaag.